Tegen de startplank staat hier voor fietsersclub Lichtenvoorde, Stef Hollander. Voor de longsprinters, Kevin Koster. Voor NCC Nijkerk, Odin Verhoog. Voor de Flying Bikes, Rick van Essen. Voor FCC De Vaart, Pepijn Gerrits. Voor FC Unitas Assen, Nick Kuijer. Voor de wijrijders uit Tiel, Mr. Carlos van Hees. Voor de Vivocrossers, last but not least, Joshua Moes. Zijn we onderweg met een goede start daarvoor. De man van FC De Vaart, maar Carlos van Hees is heel goed verdrongen. Carlos van Hees neemt hier resoluut de leiding. Carlos van Hees, de wijdrijder uit Tiel. En verwijst Pepijn Gerrits naar plaats nummer 2. Op de derde plaats is het de 619, Nick Kuijer. Unitas Assen is op plaats nummer 3. En daarachter is het de man in het geel. En dat is eventjes spieken. Dan ga ik u zo vertellen. Dan zie je of Van Hees de leiding gaat. Wat kunnen die andere mannen doen? Het is de plaats nummer 13 trouwens. Het is Odin Verhoogd natuurlijk, de man in het geel. Aardig gaat de Vivocrosser onderuit zeg. Wat een pech daarvoor Joshua Moes. It's my favorite. En daarachter is het Carlos. Nee, Carlos van Hees, hij pakt een overwinning. Hij wordt Trentskampioen 2015 in de categorie jongens 13 jaar.